We zitten alweer aan het einde van het jaar, dus we vonden het een goed moment om eens even terug te kijken op 2022 en wat wij eigenlijk aan video en gerelateerde apparatuur gekocht hebben dit jaar. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers. Op dit kanaal helpen wij jou bij het maken van betere video's. En dat doen we hier op YouTube met allemaal uitlegvideo's. Wil je niks meer missen van dat soort content? Word dan zeker eventjes lid van dit kanaal. Druk op de grote abonneerknop hieronder en ook even op het belletje. Krijg je elke keer een melding als wij een nieuwe video uploaden. En we hebben ook hele toffe startersgidsen waarin we eigenlijk allemaal informatie voor de beginnende videomaker op een rijtje hebben gezet, gesorteerd per onderwerp. Dus als je wil gaan beginnen en je wil gewoon even wat meer ervan weten, dan raden we je zeker aan om die startersgidsen te downloaden. Dat doe je door lid te worden van onze nieuwsbrief en dan krijg je ze als cadeautje erbij. En cadeautjes past heel goed in deze tijd van het jaar. Want het is december en we vinden het weer tijd om eens even terug te kijken over de afgelopen jaar en wat hebben wij eigenlijk allemaal gekocht dit jaar. Want eigenlijk kan ik toch wel zeggen dat er geen jaar voorbij gaat dat Gietje en ik wel apparatuur kopen voor ons videobedrijf en alles wat daarmee te maken heeft. Want ik ga het niet alleen maar hebben over dat we camera's kopen, want we hebben niet echt camera's gekocht dit jaar. Maar er zijn altijd wel andere dingen ook nog die je zo aanschaft gedurende het jaar. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Oh ja, nog even voordat we beginnen. Misschien goed om te weten, we schrijven ook een artikel bij deze video. Waar je alle items die we gaan noemen, die kun je daarin terugvinden. Want misschien dat we niet alles goed genoeg in beeld brengen. Of niet goed genoeg zeggen, waardoor je niet precies weet wat het is. Dus als je wil weten, wat is het nou precies en ik ben ook daarin geïnteresseerd. Dan zetten we dat in ons artikel. Kun je het daar terugvinden. Het eerste wat ik dit jaar gekocht heb is een setje Rode Wireless Pro. En we hadden dat al, want we hebben ooit met de videomakers dit setje gekregen van Mavico. Die hebben we gesponsord gekregen, superleuk. Het is een setje, een zendersetje, waar je dus eentje, die sluit je aan op je camera, dat is de ontvanger. En de andere is de zender. En daar neem je het geluid mee op. Dus er zit hier ook een microfoontje in, dus die kun je opspelden bij iemand. Zo. En dan dus geluid opnemen daarmee. En je kunt er ook nog een microfoon in steken als je dit een beetje een groot blokje vindt om op te spelden bij iemand. Super mooi setje. Dus je kunt hier heel goed geluid mee doen. En ik moet zeggen, ik gebruik hem in de praktijk niet super vaak. Want ik heb zelf ook zendersetjes die ik iets beter vind en altijd al gebruik. Nou ja, goed, die ik gewoon standaard gebruik. Maar ik heb, zoals je misschien weet, nog een tweede YouTube-kanaal, Robin Roosendaal. En daarvoor ging ik filmen op Castlefest. Dat is een festival waar ik graag kom. En ik wilde daar een video maken, gewoon een beetje over Castlefest, een beetje vlogachtig. En ik wilde daar mensen interviewen. En dat heb ik al wel vaker gedaan en dat doe ik dan bijvoorbeeld met zo'n camera als deze. En dat is heel leuk. En ik wil dan eigenlijk ook het zo doen dat je ook mijn stem ook hoort, zodat ik echt een soort gesprek heb met die mensen. En de vorige keer dat ik dat had gedaan, had ik dat gewoon gedaan met de microfoon op de camera. Maar dan hoor je toch mij minder. En dat vond ik toch jammer. Dus ik dacht, nou, voor deze Castlefest video wil ik het even goed doen. Dus ik wil de persoon die ik interview zenderen en mezelf. Oftewel, ik had twee zendersetjes nodig. En omdat, ja, op zo'n festival, ik wil niet te veel meenemen. Dus ik wil zo klein mogelijk spullen hebben. Dus ik dacht, perfect dit. Want ik kan je zeggen, de andere zendersets die ik heb, die zijn een stuk groter. En die zijn gewoon ingewikkelder. Dus ik dacht, dit is eigenlijk perfect. Maar dan heb ik dus twee setjes nodig. Dus ik heb er een setje bij gekocht. Namelijk, oh, er zit nog een soortje aan. Deze. En, je ziet het natuurlijk, deze is wit. En dat is wel leuk, want je kunt deze setjes dus kopen in verschillende kleurtjes. Nou ja, niet nog veel meer andere kleuren hoor, maar dit is het wel zo'n beetje. En ik dacht dat is wel handig, want ook zo kun je dus kiezen welke kleur je bij iemand die in beeld is opspelt. En ik wilde dus ook daadwerkelijk echt het blokje gaan gebruiken en niet nog een microfoonsnoertje aanhangen, omdat ik wilde zo min mogelijk meenemen. Dus dan dacht ik, dan gaan we dit gebruiken. En dan kun je dus in elk geval kiezen tussen wit en zwart. En afhankelijk van iemand wat iemand aan heeft, kun je kijken wat past het beste, wat valt het minst op. Nou, met wat ik nu aan heb, maakt het niet heel veel uit. Maar bij sommige andere outfits die mensen aan hebben, maakt het wel uit. En je krijgt er dus ook nog een soort pluisje bij, zo'n anti-wind. En die ben ik dus meteen al kwijtgeraakt voor deze witte, dat is jammer. Maar goed, dus deze had ik gekocht om te gebruiken in combinatie met die camera. Het volgende wat ik kocht was eigenlijk op hetzelfde moment, namelijk deze. Ja. Dit is een audio blokje die je typisch kunt gebruiken bij zo'n camera als dit. Want een camera zoals deze en veel kleinere, simpelere camera's, die hebben niet heel veel opties qua audio ingang. Deze heeft één audio ingang voor mini jack. Dus op zich, voor zo'n setje zoals dit, daar sluit je dan zo'n snoertje op aan. En dan plug je hem in de camera. Maar goed, ik wilde er twee gebruiken.
dan heb ik maar één ingang in de camera. Dus dat is onhandig. En nou is het wel zo dat je ook, je hebt ook splittertjes die je hierop kunt aansluiten, zodat het naar twee gaat. Dus dat is ook een optie, dat heb ik nog geprobeerd. Dat werkt ook, maar zoiets als dit, dat voegt nog iets meer toe. Namelijk, je ziet dat ik hier ook knopjes heb. Dus je kunt hier ook de audio levels van deze dingen instellen. Dus dat is wel super handig, omdat je normaal voor de audio levels moet je in het menu. Dus dat is best een beetje gedoe. Bovendien kun je alleen maar de audio levels in het algemeen instellen. En eigenlijk wil je het, als je met twee microfoons gaat werken, ook per microfoon kunnen instellen. Omdat de een gewoon zachter praat dan de ander. En het hangt misschien ook nog af van waar je hem plaatst. Want stel dat je iemand heeft een laag decolleté en je doet hem hier, dan is hij best ver van de stem af. Terwijl je bij iemand anders speelt ze hem misschien hier, zit hij veel dichterbij. En dan wil je het misschien zachter zetten. Oftewel, ik vond het toch handig om de mogelijkheid te hebben om die zenders verschillend in te stellen. En ik ontdekte dus pas na het festival, op een tip van Gietje, dat ik ze gewoon eraan kan schuiven. Wat echt super handig is. Dus dit setje bij elkaar is eigenlijk echt best wel geniaal. Ja, dan kon ik de twee ontvangers dus hierop schuiven en zo op de camera zetten. En dan ging er dus een snoertje natuurlijk van elke ontvanger naar dit boxje. En dan nog eentje van het boxje naar de camera. En dan had ik nog een koptelefoon. Dus het was wel een heel snoeren vest. Maar dat op Kasselvest was dat prima. Dus ik heb op die manier ermee gefilmd en het was eigenlijk super fijn. En ik moet je toegeven dat ik het dus, ondanks dat ik de mogelijkheid had om dit heel goed te doen, het niet helemaal goed gedaan heb. Want ik heb het geluid hier en daar een klein beetje overstuurd opgenomen. En dat is wel, dat is gewoon dom eigenlijk. En ik kan het wijten aan dat er daar heel veel geluid was. Want je hebt daar veel muziek op de achtergrond en veel mensen die praten. Dus er was gewoon veel herrie. Dus waardoor het al moeilijker te horen is. En ik was zelf een beetje gewoon gespannen. Want ik ging allemaal mensen interviewen in mijn eentje. En ik vond het wel spannend. Dus ik was ook gewoon een beetje een soort van, ik had hoge energie. En ja, dan is er veel waar je aan moet denken. Want je moet mensen vragen om te interviewen. Die moeten allemaal goede antwoorden geven. En ik moet de vragen stellen. En ik moet luisteren. En ik moet filmen en scherpstellen. En het geluid aanzetten. En iemand een zender hoop gedoe. Oftewel, ik heb een foutje gemaakt. En op een gegeven moment dacht ik wel, ik hoor geloof ik een beetje overstuurdheid. En toen heb ik het wat aangepast. Maar nou, hier en daar hoor je het een beetje. Maar goed, dit is iets wat wij als videomakers horen. En de gewone mensen misschien niet. Dus het valt mee. Maar ik vond het zelf wel jammer omdat ik helemaal dingen ervoor gekocht had. En dan toch nog weer fouten mee maak. Maar goed, ik ben wel blij met de aanschaf. Ja, ook ik heb dit jaar een nieuwe aankoop gedaan. Het zijn er heel erg weinig, maar eigenlijk het allergrootste wat ik dit jaar gekocht heb, is een nieuwe telefoon. Of eigenlijk niet een nieuwe telefoon. Ik heb dus gekozen voor een refurbished telefoon. Dus een tweedehands telefoon die dan weer, een beetje opgepoetst is. En dan krijg je hem en dan heb je een nieuwe telefoon. En ik heb ook niet gekozen voor de allernieuwste telefoon. Dit is een iPhone, ik kom van Samsung. En ik dacht, ja, als ik nu de allernieuwste neem, sorry, ik vind het gewoon te veel geld. Ik vind het te duur. En dan heb je wel verschillende lijnen, zeg maar. Dus niet dan de Pro-lijn, maar een goedkoper model wat net is uitgekomen. Maar een van de dingen waar ze altijd heel snel op besparen is de camera en de videofuncties. En de reden waarom ik een nieuwe camera of een nieuwe telefoon wilde, was vanwege de camera en de videofuncties. Omdat ik bij mijn oude telefoon, ik zal hem er even bij pakken, eigenlijk toch al een hele tijd dacht, dit is trouwens de Samsung S7, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En ik dacht bij deze al een hele tijd van ja, beeld is niet meer mooi genoeg. Er was een tijd dat ik blij was met de beelden die hier uitkwamen. En als ik zie wat telefoons nu kunnen, dacht ik nee, het is gewoon niet meer goed genoeg. En zeker als filmmaker, het is niet dat ik de hele dag film met mijn telefoon. Maar het komt vaak genoeg voor dat ik denk, oh, ik moet toch nog even een shot maken van iets, hè, bijvoorbeeld als ik een vlogje maak en ik denk, oh, het regent en ik wil niet mijn hele camera uit mijn tas halen, dat ik dat dan even snel met mijn telefoon film. Ja, dan wil ik toch wel een iets betere filmkwaliteit dan wat hierin zit. Zeker omdat deze niet echt een lekkere interne stabilisator had. Dus ik merkte dat beelden gewoon een beetje dit kregen. En ik dacht ook, ik bedoel, je ziet het ook, dit ding, kijk nou toch. Hier, dit is de hoesje is helemaal uit elkaar gevallen. Ik dacht, ja, ik kan nog wel een nieuw hoesje kopen, maar de telefoon zelf is ook stuk. Ik dacht, Maar ik heb dus heel lang over gedaan om een nieuwe te kopen, omdat ik dus steeds merkte van, ik vind die nieuwste modellen gewoon te duur. En als ik dan een oudere koop, welke koop ik dan? Want als jij ook kijkt naar een nieuwe telefoon, dan weet je dit vast. Bij elk nieuw model zitten ze toch weer een soort van heel erg te schreeuwen wat daar dan allemaal wel niet fantastischer aan is. Dus je loopt heel snel in de val van, moet ik niet toch nog
200-300 euro meer uitgeven voor net een modelletje beter. Ik heb uiteindelijk onderzoek gedaan en toen ben ik erop uitgekomen dat ik denk dat ik op dit moment heel blij ben met deze telefoon, de iPhone 11 Pro. Ja, leek mij goed genoeg voor wat ik wilde. En ik wil hier dus ook wel een statement maken. En ik ben dus heel benieuwd of je het hiermee eens bent. Laat dat zeker weten in de reacties. Voor niet altijd de nieuwste van de nieuwste telefoon kopen. Ja, je wil een upgrade ten aanzien van je vorige telefoon. En je wil dat bepaalde features het goed doen. En ergens kan ik me voorstellen als filmmaker dat ik zou denken, ik wil gewoon het nieuwste van het nieuwste en het beste van het beste. Dus ik koop wel de nieuwste telefoon. Maar de verhouding van hoe vaak ik het gebruik versus hoeveel honderden euro's het me extra kost, was het mij niet waard. Dus ik heb de keuze gemaakt om voor een ouder model te gaan. Ik heb hem nu net. Dus ja, we gaan zien hoe tevreden ik ermee ben op de lange termijn. Iets wat ik vrij recent heb gekocht is een scanner. En dat is niet helemaal voor videodingen, maar ik moet zeggen, de scanner die ik heb gekozen is ook heel geschikt voor foto's scannen, mocht je dat willen. Of misschien zelfs negatieve scannen. Dus daar is hij ook zeker goed voor. Het is de Epson Perfection V600. En ik heb hem gekocht voor illustratiewerk, omdat ik als Robin Roosendaal, mijn andere persoonlijkheid, ook steeds meer wil illustreren en dan af en toe iets wil inscannen. En ik dacht, ik wil een goede scanner die dat goed doet. En ik heb wel hier op kantoor zat een scanner. Hij staat soort van ook vaag achter in beeld daar zo, maar niet heel goed zichtbaar. En ik dacht, ja, ik wil toch misschien nog iets wat iets beter is. En ik wil hem thuis hebben, want ik doe thuis vaak mijn illustratiewerk. Dus ik dacht, ik wil thuis een goede scanner hebben. Dus ik heb echt even gezocht op internet van wat is nou de beste scanner op dit moment om te kopen voor dat soort dingen. En ik kwam uit op die Epson Perfection V600, dat iedereen toch wel die noemde als dat is degene die je moet hebben. Dus die heb ik gekocht. En ik heb hem nu net, eigenlijk afgelopen week, voor het eerst gebruikt. En ik was er heel blij mee, ja. En het is grappig, want ik had dus eerder al wel illustraties gemaakt en gedacht, nou, ik heb een vet goede fototoestel, dus ik kan best wel het werk gewoon fotograferen en op die manier digitaliseren. Want daar gaat het eigenlijk om, hè, dat je werk kunt digitaliseren. En ik merkte toch dat ik moeite had met, weet je, je moet dan ook eigenlijk een soort van rechtervoor zitten, want anders krijg je een soort van vertekening van de hoeken en zo. En het goed scherp stellen. En ik dacht toch, ik vind het onhandig. Dus ik heb nu voor het eerst gescand en ik merk dat het wel echt handiger is. Want als je een vierkante plaat hebt, dus bijvoorbeeld als je een foto zou willen scannen, dan wordt die ook vierkant. In plaats van dat als je hem fotografeert, dan met de verkeerde hoek wordt die een soort van, krijg je een raar perspectief. Krijg je ook reflectie erop en lichtval die onhandig is. En met een scanner heb je dat allemaal niet. Dus ik ben toch wel erg blij met die scanner. En ik merk wel dat je dat die een beetje een soort vaagheid eroverheen brengt. Dus ik moet nog wel eigenlijk elk plaatje wat ik gescand heb dan ook een beetje verscherpen. Maar ik las online ook al dat dat ook best normaal is in het proces van scannen. Dus daar maak ik me geen zorgen om. Dus ik ben eigenlijk heel blij met deze scanner. De volgende aankoop die ik wil benoemen is eigenlijk een beetje onnozel. En ik ga hem toch benoemen, want ik vind hem toch wel interessant om te overwegen. Dat zijn deze USB-kabeltjes. Ja. En je ziet al aan het feit dat ze nog in plastic zitten, dat ik ze nog niet heb gebruikt. Dus in die zin denk ik, nou, was een goede aankoop, want blijkbaar had ik het niet nodig. Lekker dan. Ik zal je uitleggen waarom ik toch dacht, dit moet ik nu hebben. Namelijk, ik heb... Kijk, ik had het al over deze zendersetjes gehad die ik gekocht heb, maar ik werk zelf over het algemeen met Sennheiser zendersetjes. En daar werkte ik al jaren mee, maar daar had ik een beetje issues mee. En dus ik dacht op een gegeven moment, ik moet over naar een ander soort zendersetje. Dus ik had van een collega gehoord van, oh, je moet dat type hebben, de AVX Sennheisers. Dus ik heb de AVX gekocht. En een van de dingen met die AVX zendersets was dat je niet meer penlights erin doet, geen losse batterijtjes, maar dat je er accu'tjes bij hebt die je moet opladen. En ik heb twee zendersets gekocht. Want ik wil altijd twee hebben, net zoals dat ik hier, kijk, voor mijn werk wil ik er ook gewoon twee hebben, zodat ik twee mensen kan zenderen. En dan heb je een zender en een ontvanger. En dat twee keer, dus heb je er al vier. En ik had voor beide setjes dubbele accu's. Oftewel, ik heb 8 accu's. En als ik dus ga filmen, moet ik 8 accu's laden. Dat is best veel. En die wil je eigenlijk een soort van niet 1 voor 1, want dan word je helemaal gek. En dat red je misschien niet eens als je zeg maar de hele dag hebt gefilmd en dan de volgende dag weer wil filmen. En je wil dat die 8 accu's allemaal vol zijn, want dat heb ik toch het liefst als ik ga filmen, dat gewoon allemaal accu's vol zijn. Oftewel, als je 's avonds nog even 8 accu's moet laden, dan red je dat bijna niet. Dan heb je gewoon meer kabeltjes nodig om ze allemaal aan de stroom te kunnen hangen. En dit zijn gewoon eigenlijk USB-kabeltjes naar zo'n kleine USB-ingang. Hoe noemt hij het? USB-A mail to USB-B micromail. Het hangt er net vanaf wat je wil laden, welke je natuurlijk nodig hebt. En dan had ik nog wel een ding waar ik allemaal USB's kon insteken, waardoor ik inderdaad meerdere tegelijk kon opladen.
Dus dat was mijn plan daarmee. En eigenlijk nadat ik dit heb gekocht, heb ik niet meer gefilmd met die zendersets. Want ik had ook überhaupt een beetje ruzie met die zendersets. Dus heb ik weer mijn oude zenderset gepakt. Heel gedoe met zendersets. Kunnen we ook nog wel eens video over maken. Dat is wel interessant. In elk geval had ik deze gekocht eigenlijk puur om te laden. Om accu's te kunnen laden en ook genoeg accu's tegelijk te kunnen laden. En dat is zeker wel iets waarvan ik denk, ja, dat is zeker iets om te overwegen als je veel accu's te laden hebt voor een volgende dag. Nog een ding wat ik gekocht heb dit jaar is een nieuw fotoschijfje. Ik had al een tijdje deze en die gebruik ik om eigenlijk vooral mijn privéfoto's op te slaan. Dus het is gewoon ja, backup of maar gewoon opslag van mijn foto's. En ik fotografeer ook privé's vaak met deze camera omdat ik dat gewoon leuk vind. Dus ik heb best wel veel foto's en het is best wel groot. Toch heb ik gedacht, weet je, dit was een 1 terabyte schijfje. Dus ik dacht, nou, daar kan ik toch heel lang mee. Maar ook 1 terabyte raakt vol op een gegeven moment. Dus dit jaar had ik op een gegeven moment hier ergens voor gefotografeerd. En ik wilde dat inladen op dit schijfje. En hij zei, nee, is vol. Dus ik dacht, hè, verdorie, wat moet ik nou zo'n nieuwe kopen? En wat doe ik dan? Nog 1 terabyte en dan vanaf nu de foto's op die zetten? Ik dacht, ik vind het ook handig om alle foto's op 1 schijf te hebben. En dan moet je dus eigenlijk steeds groter om alles de hele tijd op 1 schijf te kunnen houden. En ik weet dat dat dus eigenlijk niet een soort houdbare situatie is. Toch wilde ik dat nu nog eventjes voorlopig doen. Oftewel, ik heb nog eigenlijk bijna hetzelfde gekocht. Maar deze is 4 terabyte in plaats van 1. Dus hij is een stuk groter. Dus ik heb al mijn foto's overgezet van deze naar die. En kan daar dus nu weer voorlopig mee voort voor mijn eigen foto's. Ja, vind ik fijn. En deze ga ik natuurlijk, ik bedoel, het is niet dat die weggaat of zo. Ik vind het hartstikke handig om ook dit soort dingen te gebruiken. Want ik gebruik deze ook vaak voor mijn werk. Als een soort van tijdelijke opslag wanneer ik aan het filmen ben en ik moet even iets inladen. Dus ik vind het alleen maar handig om voor mijn werk nu gewoon daar nog eentje van te hebben. Van 1 terabyte is daar op zich prima voor. En voor mijn videowerk gebruik ik eigenlijk niet veel van dit soort schijven. Ik heb nog wel andere van dit soort kleine SSD-schijfjes. Dat is een SSD waar dus geen draaiende onderdelen in zitten. Dus eigenlijk een soort van mega USB-stick. En al mijn videowerk sla ik op grote schijven die dus wel draaiende onderdelen hebben. Dus die zijn een stuk groter en lomper en die moeten aan de stroom en zo. Vet onhandig eigenlijk. En ja, ik zou ook mijn foto's daarop kunnen opslaan. En ik heb ooit voor gekozen om het toch op een SSD te doen, omdat ik het dan makkelijker meeneem. Want het is ook wel zo dat als ik op vakantie ga en ik fotografeer dus met die camera, wil ik ook nog wel eens onderweg iets inladen om alvast iets te bewerken. Want dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Dus dan is toch zo'n schijfje een stuk handiger en ook sneller om op te werken. Ja, en ook ik heb dit jaar extra opslag gekocht. Ik heb niet zo'n mooi SSD-schijfje als Riske gekocht, maar zo'n schijfje met dus draaiende onderdelen. En dat is deze. En deze is specifiek voor de videomakers. Want Riske heeft dus hier op haar schijven alle foto's, video's die we ooit gemaakt hebben. Nou ja, je kan je voorstellen, met videomateriaal, dat gaat vrij hard. Ik bedoel, we bewaren de uiteindelijke video's, maar ook nog eens het ruwe materiaal. Dus dat, nou ja, daar gaat wel een aantal terabyte in zitten gedurende de jaren. En ik heb dan bij mij thuis een backup, zodat ik ook dingen kan doen. Als ik een keer iets terug wil zoeken of een foto wil gebruiken, dat ik die ook bij mij thuis heb. En mocht er wat dan ook gebeuren, dan is het altijd fijn om op 2 plekken je materiaal te hebben. En omdat wij met z'n tweeën zijn, kan dat prima. En mijn schijfje was vol, dus ik heb een nieuw gekocht. En ik heb hem nog niet gebruikt, want ik kwam er daarna achter dat ik al een keer een nieuwe had gekocht, maar dat alweer vergeten was. Dus die ben ik nu gaan gebruiken. En deze bewaar ik gewoon totdat die andere weer vol is. En je denkt nu misschien, harde schijven klinkt niet als iets heel... het is niet een heel goed verhaal van, wat heb je dit jaar gekocht? Nou, een harde schijf, weet je wel. Dat is veel minder cool dan een soort van toffe nieuwe lens of een toffe nieuwe camera. Maar de reden waarom we het toch benoemen in een video als deze is gewoon, dit is de realiteit van filmmaker zijn of van fotograaf zijn. Op het moment, zeker als je met betere camera's gaat filmen, je materiaal gaat groter worden en je gaat dat allemaal een plek moeten geven. Dus ja, op een gegeven moment zit je gewoon met een hele berg van dit soort dingen. En daar moet je ook geld aan uitgeven. En ook accepteren dat je er geld aan uitgeeft. Dat je niet denkt, moet ik weer? Maar gewoon, nee, dit is net zo cool en fijn eigenlijk als dit. Omdat dit ook je werk mogelijk maakt. Dus alle liefde voor dit schijfje. Het andere ding wat ik gekocht heb is meer ruimte op Google. Risk en ik gebruiken Google om met elkaar te communiceren. Niet alleen maar via de mail, maar ook gewoon om dingen op te slaan. Want we werken natuurlijk ook vaak los van elkaar. En als je dan iets uitwerkt voor een video of wat dan ook, dan is het gewoon fijn als we 1 plek hebben waar altijd de laatste versie staat. Dus dat we niet de hele tijd op en neer mailen met, ik heb weer iets aangepast in het script. En dan heeft de ander dat op hetzelfde moment ook gedaan. Dus wij werken heel graag via Google Drive. En Google zei op een gegeven moment, het is vol. Toen dacht ik, dan kan ik nu dus denken, ik ga allemaal dingen weggooien.
om weer te kijken tot ik tot dat punt kom dat ik het gratis kan hebben. Of ik denk gewoon, ik gooi er een bedragje tegenaan en dan kan ik weer vooruit. Dus daar heb ik voor gekozen. De luie optie die iets meer geld kost. En iets wat wij dit jaar gekocht hebben, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Waar we je al eerder over verteld hebben. Dus je voelt hem misschien al wel een beetje aankomen. Is merch. Ja, ik heb nu een t-shirt aan. Riske heeft een trui aan. Die zie je natuurlijk ook al de hele tijd in deze video. We hebben ook allebei nog verschillende tassen. Ik laat even Riske's tas zien, omdat dit de tas is die we ook nog in de webshop hebben. En ja, je ziet al, hij is een beetje vies, Riske. Ja, sorry. Ik gebruik hem veel. Ja, dat snap ik. En wij zijn dus ook wel een beetje ruig met onze tassen. Onze tassen moeten gewoon aan je stuur kunnen hangen als je fietst. En dan een beetje regen en wind doorstaan. En dat doorstaat hij dus prima. Hij gaat gewoon ook een beetje leven. Daar wordt hij een beetje vies van. Ik zal deze even hier zo gezellig neerzetten. En we hebben dus zelf eigenlijk best wel wat gekocht. We hebben echt allebei verschillende truien, verschillende t-shirts. Ik heb ook nog, want dit is dan een vrouwenmodel. Ik heb ook nog een mannenmodel met iets langere mouwtjes. Die iets wijder is, die je dan zo leuk in je broek kan stoppen. En dat hij dan een beetje poft. Ja, en ik merk gewoon dat ik het super leuk vind om iets wat we zelf gemaakt hebben. Want Riske heeft dus al deze icoontjes zelf getekend. En ons logootje zit erin, maar ja, er zitten ook allemaal dingen in met cameraatjes en lenzen. En ja, dat ik gewoon vind dat ze dat super mooi gedaan heeft. En dat ik gewoon het vet vind om hier gewoon mee op straat te lopen. En dat ik dan denk, ja, dit staat ook een beetje voor alles wat we gemaakt hebben met de videomakers. Voor alles wat we bereikt hebben en de community die we hebben. Dus het voelt gewoon lekker om daarmee rond te lopen en om daar gewoon trots op te zijn. En ik denk dat Riske dat ook wel heeft. Ja, dit is mijn trui. Daar ben ik ook nog steeds heel blij mee. Die is alleen niet meer te koop. De trui en de t-shirt zijn niet meer te koop. Dus sorry als je dat gemist hebt. Mocht je nog wel iets willen kopen, deze is nog wel nog steeds in onze webshop te koop. Zolang de voorraad strekt. Nog iets nieuws wat erbij is gekomen dit jaar, is iets wat ik niet gekocht heb, maar wat wij als de videomakers hebben gekregen. Van B&Q hebben we een hele mooie monitor gekregen die je bij de computer kunt gebruiken. Dus je kunt hem als tweede monitor bij je computer gebruiken, of als je op een laptop werkt, kun je hem eigenlijk als hoofdmonitor gebruiken. En dat had ik nog niet. Ik heb heel lang gedacht, moet ik niet een tweede monitor? Want veel video-editors werken met een tweede monitor, maar het hoeft niet per se. Dus het was iets wat ik niet meteen als eerste zelf gekocht heb, maar nu ik het heb, word ik er wel heel blij van. Dus ik ben wel heel dankbaar aan B&Q dat jullie ons er eentje gegeven hebben. En vind dat nu toch echt wel prettig om mee te werken. Mocht je meer willen weten over monteren met een tweede monitor of niet, de voor- en nadelen van, daar hebben we een keer een video over gemaakt. Het kan zijn dat die nog net niet uit is als deze video uit is. Dus mocht je die nog niet er zijn, dan komt die er wel heel binnenkort aan. En in die video hebben we het daarover. Dus kijk dan zeker ook eventjes die video als je dat interessant vindt. En dan het laatste wat we nog willen noemen, wat we gekocht hebben dit jaar, wat ook een beetje zijdelings bij video, met video te maken heeft, is een stempel. Dit vinden we dus zelf echt enorm leuk. En deze hebben we eigenlijk gekocht omdat we dus merchandise hadden gemaakt. En die gingen versturen aan iedereen die het had besteld bij ons. En toen dachten we, ja, als we pakketjes gaan inpakken, daar hadden we dan papier voor gekocht. We wilden er eventjes een soort videomakersgevoel aan geven. Dus we dachten, als we nou een stempel kopen, kunnen we al die pakketjes bestempelen. Dus dat hebben we gedaan. En nu we hem eenmaal hebben, hebben we dus de neiging om alles te bestempelen. Want nu hebben we ons logo als stempel. Hoe leuk is dat? Dus een stempel. En weet je dat het heel makkelijk is om te bestellen en goedkoop en zo? Dus ik zou zeker zeggen, bestel een stempel van je logo van iets of iets anders. Of een smiley of whatever. Het is echt enorm leuk. En alles wordt nu gepersonaliseerd daardoor. Ja, en dat was hem dan, onze video met de spullen die we dit jaar gekocht hebben. Zoals je merkt valt het heel erg mee, zeker omdat we met z'n tweeën zijn, hoeveel grote dingen we gekocht hebben. Niet echt nieuwe camera's, niet echt nieuwe lenzen, geen drones. Behalve Riske's scanner en het tweede beeldscherm wat we gekregen hebben, eigenlijk geen hele grote apparatuur. En ik vind eigenlijk dat deze video daar cooler van wordt. Ik zeg nooit van onze video's van wat een coole video. Maar ik merk dat ik daar wel het belangrijk vindt dat we daar ook een punt mee maken. Namelijk dat je niet elk jaar heel veel nieuwe spullen hoeft te kopen. En ik zei het eigenlijk al bij de iPhone een beetje van, hè, wanneer heb je nou echt het allernieuwste nodig? Heb je altijd wel iets nieuws nodig? En met die gedachte dacht ik, is het misschien wel fijn om de video ook af te sluiten. Want ik vind het eigenlijk wel prettig dat toen we dit lijstje gingen maken, dat er niet heel veel hele grote dingen op stonden. Omdat dat ook weer zegt dat we dus blijkbaar blij genoeg zijn met wat we nog hebben. En ons dus ook niet hebben laten verleiden door alle
maar deze camera heeft nu dit en dat. En allemaal functies waarvan je dan heel erg kan denken in een verkooppraatje van... Oh ja, ik moet dat nu hebben. Terwijl je het in de praktijk misschien wel niet nodig hebt. En het toch fijn is, nou ja, als we met z'n allen iets minder gaan consumeren. Dus ik ben eigenlijk wel blij met dat we ook een video hebben waarin we laten zien dat we je niet per se hele grote uitgaven hoeft te doen. Om toch een geslaagd jaar te hebben met de nieuwe spullen die je koopt. En waar je dan weer blij mee bent. Want ook deze snoertjes en ook die allebei nog in een jasje zitten, die gaan we echt wel gebruiken. Maak je maar geen zorgen. Ik ben heel erg benieuwd of jij nog dingen hebt dit jaar die je gekocht hebt waarvan je denkt, nou, daar heb ik lang voor gespaard. Ben ik heel blij mee. Of zoals ik met die telefoon dat je zegt, nou, dat was echt wel een vervanging toe. En ik heb nu eindelijk een nieuwe. Laat het zeker weten hier beneden in de reacties. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.